Goed, we kijken vandaag naar de golfswing van Adam Scott. Op dit moment nummer 1 van de wereld. Hij heeft de plaats overgenomen van Tiger Woods. Dus fantastisch hoe die staat te golven de laatste tijd. En er zijn een paar dingen die aan zijn swing interessant zijn. En in dit geval gaan we kijken naar 3 punten. En de eerste waar we naar kijken is de fundering. Als we kijken hoe Adam Scott klaar staat. En hier links zien we een driver en rechts zien we een slag met een ijzer. En dit ijzer slaat hij trouwens 250 yards, dus 225 meter, dus een flink end. Dus hij slaat hem ook nog wel heel erg ver. En ik denk, als je tegenwoordig mee wil gaan met de nummers 1 posities, moet je hem ver slaan. Maar in dit geval, als we kijken naar Adam Scott's houding, dan kunnen we zien dat zijn wervelkolom onder een hoek staat hier. En er zit een duidelijke hoek ook tussen de wervelkolom en de bovenbenen. Deze hoek, heel belangrijk. Als die hoek heel groot wordt, dan staat meestal de wervelkolom niet goed. Dus dat is een belangrijke. Dus we zien ook hier dat de wervels eerst bol zijn en dan hol. Dus dat betekent dat er een bolling en een holling. En dat is ook de natuurlijke stand van de wervelkolom. Dus andere woorden, als we vanuit de heupen voorover buigen, zal dat de houding zijn van de rug. Nou, onderkant willen we niet te hol hebben. En dat zie je hier ook. Er zit gewoon een hele lichte holling op. Dus dat is perfect. Ook heel belangrijk om te zien dat de knieën gebogen zijn. Ja, en deze hoek is ideaal. Niet veel verder en zeker niet minder. Dus we zitten hier wat dat betreft perfect. Dus als we deze hoek aanhouden, zitten we heel goed om te starten. Nou, als we kijken naar de armen hangen voor de schouders. Ja, dus hij hangt niet naar beneden, maar hij hangt naar voren. Nou, zeker met een driver is dat het geval, maar het zou ook helemaal geen kwaad kunnen om dat met de ijzers ook na te streven. Dus liever de handen niet recht naar binnen of recht naar beneden of zelfs binnen de schouders. Maar liever een beetje naar voren en met een driver verder naar voren. Kijken we hier naar de balpositie aan de rechterkant. De rechterkant is in principe de balpositie 1 derde, 2 derde. Dus als we de bal zien en we zien hier de hiel en deze hiel, dan is deze afstand tussen de linkerhiel en de bal is ongeveer 1. En de verhouding naar de rechterhiel is ongeveer 2. Dus dat noemen we 1 derde, 2 derde. Nou, op deze video kunnen we ook zien dat de club al een klein beetje los is van de bal. Ik denk dat deze video te klein is afgesneden. Dat betekent dat de club waarschijnlijk al in beweging was op het moment dat die ingezet wordt. Maar dat weet ik niet zeker. Maar er is voor mij geen reden om aan te nemen dat Adam Scott de club achter de bal niet zet bij dit schot. Dus hij is waarschijnlijk hier al in beweging. Ik heb er ook een box omheen gezet. En die box, daar gaan we naar kijken. Want als het goed is, beweegt hij binnen de box. Dus hij draait naar achter binnen de box. En dat klopt ook. Wat ook erg mooi is om te zien dat hij contact houdt met de lijn. Dus hij draait met zijn schouders achter de bal, maar de wervelkolom, waar die zeg maar boven de bal zat, die blijft perfect boven de bal. Dus dat is een hele mooie positie. Ja, dat betekent dat hij heel compact aan het draaien is. Maar kijken we dan naar de linkerkant, hoe hij dat met de driver doet, zien we ook hier weer een hele compacte draai. En de stand waarmee hij begon, die is zo goed als hetzelfde gebleven. Dus dat betekent dat de wervelkolom alleen maar gedraaid is, maar niet omhoog gekomen is of naar links of naar rechts gegaan is. Ja. Armen zitten zo goed als parallel met de schouders, iets te boven. Dat is een voorkeur, dat is niet belangrijk of dat dan wel of niet precies op de schouderlijn zit. Maar veel hoger zou ik niet adviseren, veel lager zou kunnen, maar ook niet wenselijk. Dus dit is een ideale positie, zeker voor hem om die bal goed te raken. Kijk hoe die naar beneden gaat. Zien we ook hier weer, zoals bij alle goede golfs, de heupen die leiden en de armen die volgen. Nou, op impact kun je ook zien heel duidelijk dat de heupen ook naar het doel gedraaid zijn. Maar dat is nogmaals, welke topswing ik ook laat zien, 99% van de golfers die we op topniveau zien, die draaien de heupen ver vooruit de schouders. Nou, dan kunnen we zien de eindstand, dat is wel heel belangrijk bij Adam Scott. Hij staat altijd in balans, althans altijd. De goede swings die hij maakt, eindigt hij volledig in balans op het linkerbeen. En dan kunnen we hier ook aan de rechterkant zien, kun je heel duidelijk zien dat zijn hele gewicht op de linkerbeen staat. Althans, hij staat een heel klein beetje misschien op rechts, maar 90, 95, misschien wel 99% van zijn gewicht is weer op links. En zijn rug is ook mooi recht. Nou, dit is ideaal. Vroeger stonden ze nog wel eens krom. En die kromme houding was de omgekeerde C-houding, zoals die mooi noemen, was vroeger bijna wenselijk, maar zeer slecht voor de rug. Dus dit is de ideale eindpositie. Dus als we kijken, beginhouding.
stevige basis. Dan een goede draai naar achter. En die draai die blijft veel in het midden. Dus we gaan niet naar rechts schuiven met de heupen of met de schouders. Probeer zoveel mogelijk in het midden te draaien. En vanaf die positie heupen draai. Dit is een super slow-mo, dus ik zal hem ietsje snel laten lopen. Heupen draai. Navel naar het doel. En de rest volgt. En let op die eindstand. Als we die eindstand elke keer zouden kunnen krijgen, dan zou het waarschijnlijk een stuk beter gaan met ons spel. En hier nogmaals, goede houding van de rug, goede positie van de knieën, armen hangen mooi naar voren, en stabiele draai, en een stabiele doordraai. Ik zal dit stukje nog een keer laten zien. Ja, dan komt die. Mooie schouderdraai. Heupen. Let op die eindstand. Helemaal doorgedraaid. Rechter schouder is naar het doel. Of voorbij het doel. Linker schouder is helemaal naar achter. En dit heeft natuurlijk ook met lenigheid te maken. Dus misschien dat we niet allemaal zo ver komen. Maar wat we absoluut willen. Is dat het gewicht op de linkerzijde eindigt. En niet op de rechterbeen. Zoals je de volledige voet kunt zien. Heeft hij een hele goede eindstand. Dus neem die punten mee als je gaat oefenen. Op de draai weer eens. Probeer die eindstand te maken. Probeer die fundering neer te zetten. Let goed op die stand van de wervelkolom. En dan een mooie draai zoveel mogelijk in het midden houden. En dan weet ik zeker dat u de ballen beter gaat slaan. Maar zeker ook verder. Dus succes met oefenen.